Een gezellige groepsfoto voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV Buitenpost. De eerste klasser uit Friesland. Veel publiek op deze wedstrijd afgekomen. En Ajax speelde in de eerste helft met een ploeg met spelers als Ricardo Verijn, Mirlem Sulemani, Ebesilio en Aris Özbilis. Hier een paasje op Ebesilio. Schot en een goede redding daar van Albert Kobus, de doelman van eerste klasse Buitenpost. De Friese kregen zelfs nog een klein kansje daar met Renze Schootstra en die had zich onsterfelijk kunnen maken. En dan vlak voor rust, paas van Siem de Jong, de captain op Theo Jansen die zijn debuut maakte. Dan Rodney Snijder met links heel langzaam in de hoek. Maar het staat wel 0-1, de eerste treffer van Ajax dit seizoen. En ook de eerste treffer van Rodney Snijder in Ajax 1. En in de tweede helft een hele andere ploeg met Mats Rits, Derek Boerichter en Jeroen Verhoeven. Dan een vrije trap voor Rodney Snijder. Dan is er de kopbal van Jan-Arie van der Heijden, een van de nieuwe spelers. En die scoort 0-2. Dan een paar mooie schaarbewegingen van Jody Lukoki, de andere invaller. En dan loopt Rodney Snijder de bal in het doel en staat het 0-3. Aanvoerder André Ooyer op Deli Blind. Net als Snijder een van de weinige spelers die bleven staan. Derek Boerichter, invaller voor Ebesilio. Mooie getrokken voorzet op Mats Rits en die scoort de 0-4. Mooie treffer van de jonge Belg. Felicitaties van Boerichter. Hier de herhaling, mooie voorzet en prima afgemaakt. Mats Rits, de mooiste treffer van de dag. 0-4 was de eindstand. Zondag heeft Ajax vrij en maandag gaat Ajax op trainingskamp in de Lutte. Thank you.